I'd like to say congratulations. You're officially amazing. Thank you very much. Wow. Thank you. Thank you, Sergio. Gedegedeng, gedegedeng, toet toet. Daar komt een wereldrecord aan. Guus Meeuwis heeft met 63 optredens in het Philips Stadion het record voor de meest massaal bezochte shows op een locatie te pakken. En dat was niet de enige verrassing voor de zanger. In Brabant brandt dus niet alleen licht, maar ook spotlights. Die waren dit keer gericht op Guus Meeuwis. Hij werd in het zonnetje gezet voor alle 17 edities van Groots met een zachte G. En dat liet hem niet onberoerd. Wat me altijd raakt is dat er zoveel mensen dan al zo lang bezig zijn om iets voor je te regelen of zo. En ik denk dat ik die liefde, aandacht en inspanning, vind ik altijd gewoon ontzettend ontroerend. Ja. Het is de laatste keer dat Het is een Nacht en tranige lachen in het Philips Stadion te horen zijn. Want er komt een einde aan de concertreeks. Die beslissing is met het volle verstand genomen. En dat zeg ik nu wel, maar uitleggen lukt het me nog steeds niet. Maar en het is ook, weet je, we zijn nu aan het bouwen en we hebben net gerepeteerd. En ik zit zo in nu en in het ontzettend goed willen doen. Dat besef van laatste nog niet dat heeft niet de overhand of zo. Vooral de allereerste Groots met een zachte G is hem altijd goed bijgebleven. Dat kwam door de zenuwen. Maar toen dacht ik dat ik een hele grote fout maakte in een liedje. En toen keek ik om naar die band en die lachte allemaal naar mij alsof er niks aan de hand was. En toen dacht ik, oh, oké, het gaat dus gewoon goed. Dan kan ik nu me gaan verplaatsen naar het echte zingen. En dat ben ik toen ook gaan doen. En sindsdien, en toen ben ik ook echt gaan genieten, zeg maar. En dat is nooit meer weggegaan. Al vaker overwoog hij te stoppen, maar nu is het definitief. Dus fans moeten even tot 3 tellen of net als Guus voetbal gaan kijken. De sport gaat even in dit stadion de hoofdrol krijgen. En dus daar ga ik van genieten. En hoe de toekomst eruit ziet weet helemaal niemand. Maar meestal ben ik hier aan begonnen om er een flinke strik omheen te leggen. Dus dat ga ik ook gewoon doen. Zien we jou dan hier alleen maar terug voor PSV-wedstrijden bijvoorbeeld? En kampioensfeesten. En dan denkt hij aan Brabant, want daar staat zijn beeld.